Wat bedoelt men met de uitdrukking het is in het dak blijven steken? Kama. Wanneer men van iemand zegt het is in zijn dak blijven steken, dan wil men daarmee zeggen dat het in zijn dak is blijven steken. En dat wil eigenlijk zeggen dat hij het niet ergens anders in kon steken. Daarmee bedoelt men dus, meneer is kinderloos gebleven. Het is in zijn dak blijven steken, ja. Guy, het is nog steeds in het dak blijven steken. Het is in het dak blijven steken betekent eigenlijk, ik heb pannen. Het is een typische pilotenterm. Hallo, Zaventem, het is in het dak blijven steken. Ik wil dus meestal zeggen, ik ben in het dak blijven steken. Pannen. Een eenvoudige pannen, Walter. Wat maken we ervan? Vroeger werden de daken gemaakt van riet, niet van pannen. En wanneer mensen die daken aan het leggen waren, hun materiaal, hun brooddoos, hun thermos met koffie of wat dan ook, op het dak lieten liggen en men bedekt dat dan daarna met riet, dan zei men wel eens als we beneden kwamen, ja, het is in het dak blijven steken. Dus dat wil eigenlijk zeggen, ik ben iets vergeten. Wonderlijk. Kinderloos gebleven, zegt Kama. Ik heb pannen, zegt Guy. Ik heb iets vergeten. Walter, Sophie, Johan, in het dak blijven steken. Kan allemaal, hè? Het kan allemaal. Kinderloos gebleven, zou kunnen. Zou kunnen. Ja? Ik hoop niet dat jij in het dak blijft steken. En iets vergeten. Ja. Waarom? Je weet het niet. Je denkt het gewoon. Ja, ik denk het gewoon. Zullen we het aan Walter vragen of het waar is? We zullen het eens vragen. Vragen het aan Walter, is het waar? Het is waar. Het is waar. Dat betekent dat de punten bij jou erbij komen, Johan. En dat de laatste vraag hier uitsluitend gaat brengen. 7000 frank valt er nog te verdienen. En daarvoor gaan wij als steeds naar Knokkenzoete, naar dokter Leconte. Beste kijkers en lieve kijksters, ik ben dokter Leconte van Knokkenzoete en ik spreek hier natuurlijk volledig uit ervaring. Luister een keer hier. Ik heb hier een zeer interessant voorwerp meegenomen en ik zal... Ik weet, je kunt het waarschijnlijk niet goed zien van hier. Ik zal nog even bij u komen. Een ogenblikje hoor. Ik kom onmiddellijk hoor, een klein ogenblikje. Heb toch een beetje tijd ook. Kom direct af hoor. Ik ben er, hoor! Ik heb niet weggelopen, hoor! Dat is het dus. Vrienden voorwerp. Ver, hoor. En wat is het wat wij daar zien bij dokter Leconte staande voor zijn villa in Knokkenzoet? Kama. Het is een tampon. Niet die vanuit de reclame, maar dat de inkt opgegoten wordt. Al heeft het wel iets met inkt te maken. Doe ik het eigenlijk goed? Dat doet u best, beter dan kan dokter Leconte. Beter dan dokter Leconte. Ja, maar kijk, als beter je daar voldoende vitamine C bij neemt, dan gaat dat vanzelf. Het is namelijk een drukkerstampon, ziet u. De drukker placht die te gebruiken om de letters, en ik ben wel heel duidelijk als ik het zeg, na gebruik men dat drukken uit te inkten. Dat had ik al in de staat van het inktesten, helemaal geen vitamine C genoeg, maar op dat moment de tampon blijven steken. Waar dan uit ook volgt, dat ik zou willen zeggen, het is gewoon een drukkerstampon. Dat is een zeer verdienstelijke poging. Guy? De hoefachtigen onder ons, Walter, zullen dit voorwerp zeker herkend hebben. Het is de uierdragenden ook, Guy. Luierdragenden ook, kan maar. Leuk. Het is een zogenaamde paardenkroon. Als men het paard had gewassen, als men het paard heeft gewassen, want het wordt nog altijd gebruikt. Op zondag was men zijn paard. Dan gebruikt men deze paardenkroon om er het meeste vocht mee van het trouwe dier te trekken. Kijk en pas daarna begint men het te simoniseren. Wat is het, Walter? Het is een tampestijder. En niet degene die we allemaal kennen, de gewone tampestijder. Het is de Engelse tampestijder.
Moet ik er nog iets bij vertellen? En dat, wordt gebruikt om hoeden op te spannen door hoedemakers. En deze Engelse werd gebruikt om bolhoeden mee te maken. Dus een tampestijder. Een drukkerstampon, volgens Kama. Een paardenkroon. Ja, Gie? Een Engelse tampestijder, volgens Walter. Sophie? Johan, het is de beslissende vraag voor 7000. Wie nu wint, gaat naar de eindronde. Dus doe het er even goed. Jij denkt drukkerstampon. En jij denkt ook drukkerstampon. Ja. Nou, dan ben ik dus wel heel benieuwd. Dan weten we wie naar de eindronde gaat, weten we al. Maar dokter Lecomte moet toch even vertellen wat het is. Nou, fa! Ze gingen raar gelopen. Ik kom meteen. Dit is een kroon. Het is gebruikt om paarden die nat waren gewoon droog te maken, toen erover te krijgen. Zo ongelooflijk ver ook hoor. Dokter Lecomte en niemand goed, Sophie. Johan heeft gewonnen. En van jou, Sophie, moeten we helaas afscheid nemen. Dat doen we zoals gebruikelijk met onze drie wijzersterren. Die komt op een ereplaatsje te staan, hopen we. Dit zijn drie boeken die bij de Fnac heb gehaald. En dit is van Hugo Matthijssen, Verre Zwijnenstreken. Daar zult u wel plezier aan beleven. Van Tom Lanois, Kartonnen Dozen. En om alles een beetje terug in de plooi te leggen, Z17 van Jeff Gerards. En die krijgt van ons publiek een geweldig applaus, omdat de verliezer het altijd even goed doet. Dit was Sophie en dit is Johan. En Johan die heeft al 14.000 frank. En dat kunnen er dus 314.000 worden. Maar dan moet hij precies weten wat er hier in het envelopje zit. En dat kan hij ook weten als hij een beetje goed oplet. Kan maar, wat is jouw verhaal? Waar of niet waar?